Hallo, welkom bij deze kattentutorial. Vandaag wil ik jullie meenemen in het idee hoe je een leuke, grappige kat kan tekenen. Met hele simpele lijnen en cirkeltjes en vierkantjes en driehoekjes. Wat ga ik vandaag gebruiken? Ik gebruik aquarelpapier omdat ik nat wil werken. Heb je geen aquarelpapier, ga dan ook vooral niet nat werken. Ik gebruik uiteraard potlood en gum. Ik gebruik Micron 02 en 05. En ik gebruik deze kleuren Ecoline. En het zijn eigenlijk prachtige, mooie brushpennen van Royal Talents. Hiermee ga ik aan de slag. Doe je mee? Oké, nou voor we gaan starten, en ik ga het gewoon gelijk op een stuk aquarelpapier doen. Maar ik heb hier een simpele envelop en ik wil eigenlijk natuurlijk een kaart maken. En dus teken ik even de grootte van de envelop op mijn blaadje papier. En ik weet dat ik dan even, als ik het straks wil gaan uitknippen, dat ik iets kleiner moet blijven. Dus teken ik even de randjes alvast af. Ik weet ook dat als ik hem dubbel vouw, dit is dan het midden. En ik wil, dit is dan wat wegvalt. En ik wil een kaart maken waarbij de tekening aan de binnenkant is. Niet aan de buitenkant. Een keertje wat anders, maar we gaan tekenen aan de binnenkant van de kaart. En we gaan tekenen met een paar katten. En ik wil even beginnen met de eerste kat. Jullie kunnen meedoen op een kladblaadje of je doet het gewoon lekker gelijk grof op een ook op aquarelpapier. En we gaan even uitmeten. Dit is het midden, dus hier komt de vouw. Dan wil ik in elk vak een kat. Dus hier even de randjes open laten of af blijven. Hier zo. Hier wil ik een kat. In elk vakje wil ik een kat neerzetten. Nou, dan beginnen we hier met een cirkeltje, want we gaan een soort van sfinxachtige kat maken. En ik had bedacht, ik vind het wel leuk, we zijn in een lockdown, helemaal niks gezelligs aan. We gaan dit allemaal een paar chagrijnige katten maken. Een rondje, dat moet iedereen wel kunnen. En dan doen we even twee puntjes, even afhankelijk van hoe ver je de oren wil, dan maak je daar een driehoekje van. En van mij mogen ze zelfs nog wel iets groter die oren. En als je het cirkeltje even in vier ongeveer gelijke kwartjes deelt, dan wil ik in de helft van de onderste lijn het neusje. En hier wil ik de ogen laten beginnen. En ik wil de ogen een beetje bozig laten kijken. En het worden twee halve cirkeltjes, die ogen. Zie je? Dus ik begin met een rondje. Twee driehoeken. Even, dat gaan we straks toch uitgummen, die ogen. En de ogen zet ik aan de bovenkant. Alsof ze zo even nadenkend naar boven kijken. Nou, hier hebben we het neusje getekend, ongeveer halverwege. Dan gaan we hier een druppeltje tekenen, of een ovaaltje. En hier ook twee. En dan wordt dit, wordt eigenlijk de wangpartij. Hier gaan we puntjes tekenen. En zie je wat ik doe? De snorharen. En dat druppeltje wat ik hier heb getekend, dat houden we even zo. Nou, we hebben onze kat. En we kunnen eventueel nog wenkbrauwen erbij tekenen, maar dat kan straks nog bepaald worden. Dan willen we even een hele lange nek. Die nek kan je zo lang maken als dat je wil, maar ik doe ongeveer anderhalf keer de afstand van het hoofdje. Dus als we kijken dat het hoofdje ongeveer 2 centimeter is, dan doen we een drietal centimeter. Nou, tot hier. Zie je? En dan komt het leuke gedeelte, want we willen twee poten. Even, hier zet een streepje en dan net even onder doen we de lijn en nog een lijn. Dus we maken eigenlijk deze een lange, nou ja, rechthoek zou je kunnen zeggen. En hier hebben we twee lijnen ongeveer in het verlengde van die rechthoek. En dan maken we twee lange
poten van. Ik hoop dat je het kan zien op de camera. Ik denk het wel. En aan het eind doen we weer twee halve cirkeltjes. En denk erom, die cirkeltjes beginnen aan het binnenste lijntje. Dus het zijn twee pootjes. En dan zetten we twee streepjes in, dat zijn dan de tenen. Nou, we moeten natuurlijk hier een bepaalde poot hebben. Nou, we gaan hier een cirkeltje tekenen. Het maakt ook eigenlijk niet zo uit hoe groot het is, want je kan het ook heel groot maken. Maakt helemaal niet uit hoe groot je het tekent. En we doen hier ongeveer hetzelfde. Je ziet dat ik een verschillende grootte maak, maar dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. En dan gaan we hier, hebben we de nek, en dan gaan we er even omheen. Zie je wat ik doe? En dan maak ik hier. En weer dat halve cirkeltje, hier ook dat halve cirkeltje voor de achterste pootjes. En zo heb je dan het lijfje. En deze lijntjes, die gaan we strak, ik denk niet dat we die zichtbaar houden. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog de staart. En de staart gaan we even deze kant op doen. En dan gaan we alvast in het volgende vakje tekenen. Maar dan zien we straks wel hoe dat uitkomt. Dit is onze eerste kat. Laten we hem even gelijk in pen zetten. Want dan zie je wat het met die lijnen doet. Dus weet je nog dat we hier met dat cirkeltje zijn begonnen? En ik stop even halverwege, want daar hadden we die andere cirkeltjes, weet je nog? De oren. Dan maak ik er een chagrijnige kat van. En het neusje is eigenlijk een omgekeerd, nou ja, soort van driehoekje. Mijn driehoekje is al een beetje mislukt. Maar je moet gewoon doorgaan. Soms denk je bij een tekening, oh, ik heb iets fout gedaan. Maar dan, als je hem toch afmaakt, valt de fout eigenlijk helemaal niet op. Een paar puntjes waar de snorharen allemaal komen te zitten, zo typisch. En ik denk dat ik de snorharen groter ga tekenen dan dat ik hier heb gedaan. Even ook even naar beneden hangend. En hier hebben we het mondje. Zie je? Dan de nek. En we gaan hier gelijk over naar het lijfje. En de ronding van die bil. Dan tekenen we hier die vier pootjes. Heel precies komt het niet. Wat is het leuke met dit soort gedoedel en dat cartoonachtige tekenen? Het maakt helemaal niet uit hoe precies het is. Het is eigenlijk juist leuker als het niet precies is. En dan hebben we de pootjes aan de voorkant. Nou, deze twee, dat zijn de voorste pootjes. Dan gaan we een lang beentje aanmaken. Bij deze doen we dat ook. En het pootje is altijd smaller als het voetje. Nou, dan gaan we even deze pen die kant op trekken. En je ziet dat ik hier deze lijn in acht hou. Dat wil zeggen dat ik aan deze bovenkant ook even iets smaller moet blijven, dat de kaart erin blijft passen. Nou, en dan heb je eigenlijk al een kat en dan kan ik hier even de lijntjes van de bilpartij doen. Ik maak even de pootjes af met streepjes voor de tenen. En het tweede wat ik ga doen, dat doe ik eigenlijk altijd. Ik bepaal ergens een lichtbron. Nou, meestal kies ik ervoor om de lichtbron hier te laten zijn. En als de zon deze kant op schijnt, is deze kant lichter. Dat wil zeggen dat alle lijnen aan deze kant van de kat er een soort van schaduw in zit. Nou, dan kan je zeggen van ik ga even die lijnen wat dikker aanzetten. Dat kan je met dezelfde pen doen. Ik pak nu even micron nummer 5 erbij. Ik werkte net met nummer 2. En nummer 5 is even net wat dikkerder. Dan hoef ik dat niet al te vaak te doen. De onderkant is natuurlijk ook. Even kijken. Zo zie je dat het dan wel meer body krijgt. De kat krijgt wel iets meer definitie op deze manier.
En ook de onderkant gaan we op die manier doen. Even kijken, deze lijn wil ik aanhouden. Nou, dan gaan we hier even een andere kat achter zetten. Hoe gaan we dat doen? Ik ga weer beginnen. Ik ga vrij dikke kleine kat maken. We beginnen met een ovaaltje. En dan begin ik even weer met twee boze ogen. We doen dezelfde ogen. Twee halve cirkeltjes met ongeveer de afstand aan één oog ertussen. Dat zie je hier ook. Dat is bij het menselijk gezicht ook eigenlijk zo. Dat de neusbrug is ongeveer zo breed als dat een oog is. En dan doen we even hier het neusje. En we gaan een heel klein mondje tekenen. We gaan hem een beetje chagrijnig doen. Dus de hoekjes gaan een beetje naar beneden. En een streepje voor de onderkant. Deze oogjes maken we wat groter. En je kan hem zelf even iets bozer tekenen door de lijnen wat schuiner te maken. Of door wenkbrauwtjes te geven. Nou, zie je die afstand? Nou, doen we ongeveer deze lengte nog een keertje naar boven. Doen we een streepje ertussen. En dan doen we gewoon twee driehoekjes. En die kan je ook weer zo groot en zo klein maken als dat je zelf wil. En we gaan dan die daaruit schuin naar beneden. En we maken er eigenlijk een vierkant. Een soort vierkant die naar de beneden iets smaller is dan aan de bovenkant. Dus als je gewoon grof kijkt, dan zie je hier eigenlijk een soort van rechthoek. Met deze hoeken eraf gesneden. Drie hoekjes. En hier heb je ook weer een beetje taps toelopende rechthoek. Nou, dan gaan we ongeveer, als dit het midden is, moet hier ongeveer de eerste poot komen. Ongeveer in het midden. Dat wil zeggen dat we hier een lijn trekken. Dat is een voorste poot. Nou, de achterste poot begint op dezelfde hoogte ongeveer. Maar die gaat schuin naar beneden. En daar doen we eigenlijk verder helemaal niks mee. Dus je maakt hier een driehoek aan. Nou, dan gaan we een tweede poot doen. En dan gaan we hier weer een stuk afsnijden. Want hier maken we de tweede poot van. En ook weer die tenen met simpele streepjes. En dan maken we een staart. En die kan even wat hoekerig zijn, maar je kan hem ook als een echte pluim weergeven. Dan heb je eigenlijk nog alleen de snorharen die missen. En dan heb je een hele andere kat. Nu kan je natuurlijk hier deze poot ook laten. Maar ik vind het leuk dat het lijkt alsof die een beetje overhelt. Nou, ik ga hem nu overtrekken. Daarmee kan je nog een keertje kijken hoe ik dat doe. We zien dus hier eigenlijk een rechthoek met afgeronde randjes. Met driehoekjes erop. En de afstand van zo'n driehoekje zit ongeveer evenveel ertussen. Dan heb je even het hoofdje al getekend. En dan gaan we even de oogjes even iets bozer tekenen. En ik doe grote ogen, maar dan doe ik even een cirkeltje in open laten. En dat vul ik dan even helemaal met zwart op. Een driehoekje, zie je? Hier zie je het driehoekje. En de kat kijkt niet zo heel vrolijk. En dit is de onderlip. Die maken we niet helemaal vast, want dan krijg je eigenlijk gelijk gewoon alsof die open staat. En nu zie je eigenlijk gewoon de onderkant van de lip. We gaan de puntjes neerzetten waar de snorharen her en der komen. En omdat dit een vrij hoekige kat is, doe ik deze ook niet te veel gebogen. Nou, dan gaan we hier. En je kan, dat hoeft niet, je kan gewoon de lijn naar beneden trekken. Maar je kan ook alsof die echt nog harig is. Dat kan je natuurlijk ook doen.
Zo'n drie hoekjes. En hier, nou, zie je dat ik een beetje fout ben gegaan, want ik ben hier al een beetje naar beneden gegaan. Gewoon laten. En dan hier maken we deze poten klaar. Met de tenen. En dan hebben we hier, even kijken. Zo kun je het wel laten. Je zou eventueel hier nog een poot kunnen tekenen, maar ik vind hem zo goed. Ik ga hem zo laten. Heb je een tweede kat. En nu ga ik weer hetzelfde doen als wat ik net met de kat heb gedaan. De zon komt aan deze kant. En dan ga ik aan deze kant alle lijnen dikker maken. En ook aan de onderkant. En dan heb je kat nummer 2. Ik ga nog even hier doen, kat nummer 3. En dan beginnen we met een ovaaltje. En we gaan weer een soort van sphinxkat maken, maar we maken er een mooie dame van. En we gaan 2 grote oren erop zetten. Het mogen ook kleine oren zijn, wat je gewoon zelf wilt. Dan maken we ongeveer in het midden een lange nek. En dan doen we even 1 cirkel. En van die cirkel gaan we zo een soort van rechthoek eraan vastmaken. Let op, deze blijft gewoon recht naar beneden. Dus die gaan alle 2 een beetje omhoog. En hier krijg je, lijkt het dan net alsof die schuin staat, maar dat komt omdat die loodrecht naar beneden staat. Nou, dan gaan we de eerste poot doen. Die komt in deze kromming mee naar voren. Een heel dun pootje, zo. En een tweede pootje, die doen we er eigenlijk net achter. Dan gaan we even zo. Die doen we zo. Zie je dat? Ik hou dus deze cirkel aan om hier met de bocht mee te gaan naar beneden. En je ziet ongeveer hier, als je deze door zou trekken, dan zie je dat het eerste pootje ongeveer net onder de nek terecht komt. En als je het groter maakt of kleiner, dat kan allemaal. Je kan hem ook heel klein maken. Zal ik dat even laten zien als je het kleiner doet? Dat het dan ook echt niet uitmaakt. Nou, doen voor de gein deze even helemaal door naar beneden. Dat gaan we straks niet zo overtekenen. Maar nu gaan we gewoon even iets kleiner aan. Zie je, hij is ongeveer de helft kleiner. En we gaan er een wat langer lijf van maken. Dat kan ook. Gewoon 2 schuine lijnen omhoog. En je kan het ook nog iets verder naar hoog doen. Dus dan krijgt hij echt een hoge rug. En zo naar beneden. Nou, dat wordt dan een kat met de achterkant echt behoorlijk omhoog. En dan zie je hier, gaan we de staart even zo doen. Dus dat weten we al. Nou, de voorkant nog een keer. Hier heb je die ronding. Dus dat wil zeggen dat we dit pootje even heel smal. Ja, hier maken we het even rond, zo. Dat is de eerste poot. En de tweede poot, die laten we hier. En dat ronden we dan gewoon lekker af, zodat je een soort van omgekeerde druppel hebt. Nou, en dan hier, een kat heeft natuurlijk ook armen en benen net zoals wij hebben. En het bovenbeen begint eigenlijk daar. Dus zou je zo moeten zeggen dat het bovenbeen zo begint. Dus dit is dan de knie van de kat. Hier is de heup. En dan moeten we eigenlijk als het ware deze lijn houden we gewoon even recht. Dat vind ik gewoon mooi. Dus net als bij hier houden we recht. En dan been is als het ware zo. En dan doen we ook weer zo'n hele smalle poot. Maar die moet natuurlijk hier ook weer aan het achterwerk vastzitten. Dus hier heb je eigenlijk een boogje waarmee je hem hier aan die rechte lijn vastmaakt. Met een klein boogje. En dan kan je een andere poot, die kan je daar gewoon even
zo net doen. Deze maken we dan even wat hoger. En dan heb je eigenlijk al de basis. Dan moet je het gezicht nog afmaken. Nou, de oren. En dit wil ik gewoon even een vrolijkere kijkende kat maken. En in plaats van zo'n driehoekje doen we eigenlijk alleen maar de onderkant van het driehoekje. En weer dat lijntje naar beneden met die kat en een mondje. En je ziet dat ik hier het hoofdje aan de bovenkant even kleiner maak. Je kan wenkbrauwtjes tekenen als je dat wil. En weer die puntjes. En de streepjes. En ik pak weer mijn Micron 02. En we gaan beginnen met de oogjes. Zodat we die even heel goed hebben. Twee halve cirkeltjes. En we doen het hoofdje. Even dat ovaaltje. En dan zie je hier dat ik de wangetjes even... Ik maak het ovaaltje niet rond, maar ik ga er even net even iets buiten. En ik sluit dat aan. Dus net even iets buiten en ik sluit dat hier aan. Hier heb je het neusje. En op deze manier heb je het hoofdje. Het ziet er nog heel raar uit. En dan gaan we de oren doen. Weer die lange nek. En die lange nek laten we hier zo mooi inlopen. En hier maken we ook een kleine ronding naar het achterwerk. Nou, een lange dunne staart. Op deze manier de voorpoot. We gaan niet die hele cirkel tekenen, maar alleen maar de onderkant. Zo. En deze keer doen we niet zo van die pootjes, maar we maken het gewoon op deze manier even af. Dan hebben we hier de achterkant, die gaat recht naar beneden. En dan maken we even die bolling voor naar dat been te gaan. En hier laten we de knie even zien. En ook weer zo. De knie. Zo. Het andere pootje. En de buik. En dan heb je weer een kat. Gaan we net als bij de andere twee tekeningen. Dan pak ik 05, dat vind ik prettiger. 05, dan gaan we weer van de zon gebruik maken. Tweede lijn. En je ziet me weer alles overtrekken. Hier mag eigenlijk ook wel de onderkant. Zie je? Kat nummer 2. Oh ja, de snorharen ben ik vergeten. En we hebben kat nummer 2. En dan gaan we de laatste kat in dit gedeelte. En dan moet ik even opletten, want de kaart moet hier ongeveer eindigen. Dus wil ik de kat niet verder als hier hebben. En we gaan een kat tekenen die ligt. En we beginnen even met een cirkeltje. En dan pakken we een grote cirkel eraan vast. Hier pakken we een ovaal. En weer even zo een ovaal en zo een ovaal. Zie je wat ik doe? Cirkel. Grote cirkel. En je kan hem zo groot maken als je wil. Je kan hem nog groter maken. Maar ik doe hem nu ongeveer iets kleiner dan dit. Grote cirkel. En dan hier, dit wordt de staart. Ovaal. Ovaal, ovaal. Dus de staart die gaat zo een beetje liggen. Dat kan trouwens niet, want ik moet hier met de rand rekening houden. Nou, dan wordt die gewoon zo. Dit wordt poot nummer 1. En hier, ongeveer ter hoogte van de staart, die gaan we hier beginnen, gaan we nog een cirkel doen. Eigenlijk een ovaal. Dus cirkel. Daarnaast een grote cirkel.
Hier doen we de lijnen van de staart. En hier heb je ook even een cirkel. Zal ik dat even opnieuw doen, zodat je het beter kan volgen? Nog een keer. Grote cirkel. Weet je, laat de staart nu even voor wat het is. Dat komt zo meteen eventueel wel. En dan doe je hier nog een derde cirkel. En de grootte maakt eigenlijk niet zoveel uit. Deze kan je ook net zo klein maken als deze of groter. Dat maakt even niet uit. Go with the flow, zou ik zeggen. Hier gaan we een kat maken. En dan gaan we, als je hier in het midden, en dan pak je de helft van de helft, ongeveer hier. Hier gaan we de snuit van de kat tekenen. En dat doen we net buiten die cirkel. Gaan we een rondje tekenen. Dus je maakt hier eigenlijk een iets grotere halve cirkel van. Dat laten we zo. Doe je gewoon even schuin naar boven. En dan maak je hier de cirkel af. Tot de helft. En dan, je hebt hier net even een paar millimeter boven de helft van de helft zitten. Dan gaan we hier ook weer het oogje maken. En we doen weer een halve cirkel als oog. En ook weer vrij omhoog. Alsof die chagrijnig is. De oren van de kat. Want je ziet hier nu al het gezichtje verschijnen. Als je zo de snorharen doet. Dan heb je hier het eerste oor. Weer een driehoek. En het andere driehoek staat ongeveer daar. En deze lijn moet overlopen in de grote lijflijn. Dus deze cirkel, dat wordt het lijf. En deze loopt even zo. En dan zo over. Je ziet dat ik hem even, ook al maakt op zich ook niet zo heel veel uit. En hier gaan we verbinden. Zo zit hij. Maar hier komt eigenlijk onderuit al het lijf. En dan gaan we het even iets meer zo tekenen. Hier in deze cirkel komt de knie. Dus eigenlijk hier zit zijn heup en dan gaat de knie zo. En dan heb je hier ook weer het pootje. En dan gaan we hier even aftekenen. En in plaats van de cirkel hier nu rond te maken, gaan we hem iets groter maken. Want net zei ik nog, hier kan je een cirkeltje tekenen. Dus en zo, of een ovaaltje en zo'n ovaaltje. Hier gaan we de staart doen. En die ronden we ook even af. En dat gaat op deze manier. Maar dit vloeit eigenlijk in elkaar over. Dit is eigenlijk kat nummer 2. En dan gaan we het ook even met pen intekenen. En je ziet dat ik hier ga ik de ronding niet helemaal afmaken, denk ik. Want ik ga dat oor ervoor zetten. Ik zet het oor even iets anders dan wat ik net heb getekend. En ik teken deze cirkel voor de helft. Ongeveer bijna op de helft heb ik dat ooghoek weer. Ik doe dat schuine streepje met een bolletje voor de neus. En ik doe gewoon heel simpel deze weer verder. Dus de cirkel aan deze kant is iets kleiner dan de cirkel aan de onderkant. Nou, dan gaan we deze, dat oor zit erachter. Zit daar. En hier had je de lijn kunnen doen, maar ik heb het oor ervoor getekend. Dat maakt het even net even iets makkelijker. En ook hier zou je kunnen zeggen dat je de kat even wat meer harige vormen geeft. Hoeft niet, mag wel, zal ik het gewoon doen. Dan zie je dat hij even wat chagrijniger wordt, want dan zet hij zijn haren een beetje uit. Dan geeft hij ook even iets meer structuur. Hier zie ik de bil weer doen. En de staart. En ik maak hier even helemaal niks, dus dat laat ik zo. En dan doen we hier even, even kijken, hoe gaan we dit doen? Nou, de nek komt zo. En dan laat ik die poot even zo. Dan zie je de kat. Nou, het is een beetje muisachtig uiterlijk, vind ik al. Nou, ga
gaan we even, dus dan moeten we even zo een mondje er nog even bij. Nou, goed genoeg. Zo, dan is hij nog even extra boos. En we doen ook weer hier de extra lijnen aan de onderkant. En je ziet dat ik nu even... Nu ga ik de lijnen, behalve de bovenste lijn, ga ik alvast even uitknippen. Of uitknippen, ik bedoel uitgummen. De tussenlijnen gum ik ook even uit. Dat middenlijn, dat komt straks vanzelf wel als we hem gaan snijden en knippen. En ik hoop dat hij goed droog is. Want als je gaat tekenen op gewoon tekenpapier, dan blijft de micron eigenlijk veel beter zitten. Op aquarel zit een beetje een structuurtje, waardoor als je gaat gummen, dan lijkt het soms alsof de pen een beetje afneemt. Dan wordt hij even iets grijzer. Lijkt het wel. Maar dan kan je er gewoon nog een keertje over gaan. Maar vaak valt dat met het kleuren wel weer weg. En dan kan je inkleuren met potlood als je dat hebt. Maar je kan ook zeggen dat je net zoals ik heb toch op aquarel papier getekend, dat je even met waterverf aan de gang gaat. Of in mijn geval ga ik met Ecoline brushpennen aan de gang. En dan wil ik jullie zo meteen even laten zien wat voor leuk effect je daarbij krijgt. Nu zie je dat ik de lijn aan de onderkant een beetje heb weggepoetst. Ik zit even te twijfelen of ik hem toch nog even weer ga neerzetten. Ik ga hem toch even iets lager neerzetten voor mezelf. Dat ik daar binnen moet blijven. Want daar gaat de snijlijn komen. Hier komt de snijlijn even iets verder naar binnen. En je ziet al, ik ben niet zo precies van het meten. Daar hou ik niet van. Dan klinkt het niet, dan botst het. Dan moet ik gewoon een andere kaart maken. En dan maak ik hem even iets korter, zodat als die dubbel komt er nog wel in past. En hier ook. Zo. Daar blijven we binnen. En nu wil ik natuurlijk ze zitten op een lijn hieronder. En ik had bedacht om met deze kleuren te werken. Maar ik denk voor het knaleffect dat ik bij deze ga blijven. En ik wil natuurlijk dat ze... Even, welke zal ik pakken? Ik ga deze pakken voor de onderkant. Hier, ze zit op een soort van gras. En dan komt hier aan de bovenkant heel stukjes uit. En als het dan eroverheen komt of onder, dat kunnen we later wel weer wegwerken met een witte acrylpen. Even gokken. En ik denk, ja, zo houden we het even. En ik ga, dat ga ik gewoon even pakken. Ik heb mijn verfwater hier en ik heb even tissue hier. En ik pak een penseel en dan ga ik deze lijn alvast even uitwassen voor een watereffect. En hoe meer water je gebruikt, hoe meer de Ecoline in de pen oplost. En hoe meer het gaat verwassen. En daar mag je gewoon lekker mee spelen. Want dat kan allerlei leuke effecten geven. Je kan natuurlijk ook gewoon inkleuren, dat kan natuurlijk ook. Nou, nu vind ik het wel leuk om te zeggen van ik wil hier aan de onderkant. Ik doe op de lijn, die snij ik toch uit, dus hoef ik niet zo precies te zijn. Ik doe hem even dubbel, dat ik hem extra donker heb. Dus nogmaals, ik ga dat randje, dat wordt gewoon uitgeknipt. Dus dat komt gewoon wel helemaal goed. Dan pak ik extra dik water. En dan wil ik gewoon eigenlijk dat het gaat overlopen in elkaar. Die kleuren. Dus de bovenste laag is nog nat. Dus op het moment dat ik er dan wat
bij doe, dan zie je die kleurtjes al gewoon helemaal in elkaar trekken. En door wat te dabben, kan je dat even wat extra doen of juist minder. En hier zie je dat het ook al leuk vloeit. Nou, dat vind ik een leuk effect, dus dat laat ik zo. Nou, wat ga ik nu doen met de roze? En je ziet al, ik ga de katten zelf wit laten. Ik wil de achtergrond juist leuk maken. En ik ga even nog van het natte afblijven. En ik teken even voorzichtig de zijkant van die kat af. Niet te veel. En het lekkere aan die Ecoline brushpennen is dat je ze gewoon lekker dik kan opzetten. Maar ook af en toe heel fijn kan werken. Hier even dunner. Oh, je ziet dat ik hier al even erachterin ga. Oh ja, hier mag ik overheen gaan, want dat wordt toch uitgeknipt. Dat geldt hier ook. En we gaan weer met de penseel verwassen. En ik doe even naar boven, zodat het wat lichter uitwast. En door rondjes te draaien op je papier, heel zachtjes, want anders kan je het papier beschadigen. Tenminste, hangt af van welk papier je hebt. Heel zachtjes even laten intrekken en dan cirkeltjes trekken. En ik laat ze nog echt even niet elkaar raken, de kleuren, zodat het niet in elkaar overvloeit. En ik laat het even intrekken en dan kan ik hier weer terug. En dan probeer je zo die randjes een beetje weg te poetsen. En door te dabben verplaats je de inkt ook her en der. En je ziet dat het dan even leuk in elkaar overvloeit. En ik begin hier bovenin met het water. En dan doe ik het zo naar beneden en dan gaat het vanzelf op een bepaald moment naar boven vloeien. Zie je? En als je dat wat meer wilt, dan dab je weer die kant op. En ga ik hier laten zien. Kijk, hier zie je het al wat overvloeien. Op het moment dat ik zorg dat ze elkaar raken qua water, dan kan het zijn, als de andere kant nog goed nat is, dat het ene overvloeit in het andere. En dan krijg je af en toe best wel leuke effecten. Hier ga ik dat laten zien. Ook even dat het er doorheen trekt. Zie je dat het... ik hoop dat het op de camera goed zichtbaar is. Want je ziet het echt al een beetje omhoog trekken. En dat kan je natuurlijk verergeren. Of extra aanzetten door hier stipjes in te zetten. En dan zie je het naar boven trekken. En zo kan je het allemaal even een leuk effect geven. Hier zie je dat het wat lichter wordt. Dus dan wil ik even wat extra verf opzetten. Dan gaan we hier even verder maken. Hier vind ik trouwens dat randje even wat minder. Dus het is al bijna droog. Dus ik pak helder water. En ik neem het even zo af, zodat het even iets meer overloopt. En zodat het wat meer uitwast. En je zou dat eventueel nog kunnen wegdeppen met wat papier. Maar hier zie je dat eigenlijk die Ecoline brushpennen heel veelzijdig zijn. Want je kan er ook heel erg mooi mee handletteren. Daar ben ik even iets minder geduldig voor handletteren. Kijk, hier maakt niet uit, want dit gaan we toch knippen.
En zo krijg je best wel een heel erg leuk effect. Zonder dat je gelijk alles helemaal inkleurt. Maar je bent wel even lekker creatief bezig. Ik vind dit zo trouwens heel ontspannen. Je ziet dat ik hier trouwens binnen de lijntjes heb gekleurd. Dan moet je eigenlijk helemaal niet meer zitten. Mocht je daar wel mee zitten, als het allemaal heel goed droog is, dan kan je met een Posca-pen dat helemaal mooi aanstippen. En nu ik het zo bekijk, lijkt het mij ook nog wel leuk om aan de bovenrand naar onderen toe ook even een leuke lijn te maken. Dus ga ik mijn blad even omdraaien. En ga ik gewoon even op de lijn waarvan ik denk dat ik ga snijden, dat lichte blauw neerzetten. Misschien dat donkerblauw aan de buitenkant, zodat als het naar binnen werkt, dat dit maar heel sporadisch is. We doen nog een keertje dat. Zo. En ik ga weer beginnen lager, omdat ik wil dat het blauwe lekker gaat overlopen. En doe ik ook even over dat donkere blauw en dan hoop ik dat het een beetje gaat wassen. En zo ga ik het denk ik laten. Ik denk dat dit een perfecte lijn zo zou zijn. En ik ga het even laten drogen en dan kom ik zo bij jullie terug. En laat ik zien hoe het eruit ziet als het helemaal uitgedroogd is. Nou, mijn tekening is droog. En nu heb ik een andere Ecoline brushpen gepakt. Eentje die heel licht grijs doet. En ik ga gewoon in de katten een soort van schaduw aanbrengen. Wederom denk ik dat het licht daar staat. Dat wil zeggen dat aan deze kant ik de katten doe. En dan is er gelijk al het binnenkant van het oor. Deze buitenkant. Deze onderkant. Deze helft. Misschien onder de ogen ook nog een beetje. Deze kant. Zo ga ik. En omdat het droog is, gaat het nu niet meer mengen met de rest. En meer doe ik niet. Gewoon even heel erg klein in detail. De dikke pluimstaart. Deze valt eigenlijk helemaal wel weg achter het lijf. En meer hoeft het niet te zijn, gewoon even een stukje. Hier ook dat oor. De onderkant en de zijkant. Maar je ziet dat hier bij de poten de kleur een beetje in de poten is gelopen. Nou, daar zit ik zelf eigenlijk helemaal niet mee. En dan hier de binnenkant van de staart. Meer hoeft het niet te zijn. En hier ook weer. Vooral de onderkant. En zo, meer hoeft het. Ja, misschien hier in de nek. En dan ga ik dat nog wel even iets uitwassen. En meer hoeft het dus ook echt niet te zijn. Ik ga dit uitknippen en dan laat ik je zo zien hoe het is geworden. En dit is hoe mijn kaart geworden is. Uitgeknipt en wel. Gebruik gemaakt van Micron pennen, brushpennen van Ecoline van het merk Talens. En kijk eens naar de voorkant van mijn kaart. Die heb ik even met een hele simpele tekst voorzien. Ook weer met Ecoline gewoon erop gezet. En dit is dan de kaart. Een beetje een verrassing wanneer je de kaart openmaakt.
En natuurlijk kan je daar nog even wat bij schrijven. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je het ook willen proberen en jouw maaksel op social media posten, vind ik het heel erg tof als je me tagt. Want dan kan ik ook even kijken hoe jij het er hebt van afgebracht. Vind ik hartstikke leuk. Nou, ik zou zeggen, probeer lekker, ga lekker aan de gang en doedels!